Wat is een goede manier om te helpen? Wat is de juiste houding van iemand helpen? En wat is hoe iemand geholpen wil worden? We kennen allemaal de behoefte om de ander te ondersteunen. En we kennen ook allemaal de behoefte om door anderen ondersteund te worden. Maar waarschijnlijk ken je ook het vervelende gevoel dat je krijgt als iemand je ongevraagd helpt of ongevraagd advies geeft. Dat voelt als vernederend en dat voelt ook als dat jouw kracht, jouw eigen kracht, van je afgenomen wordt. Het voelt als grensoverschrijdend. De behoefte om te helpen kan komen vanuit een echt willen dat de ander in zijn of haar kracht staat en daarbij ondersteuning geven en daarbij zorgen dat je kijkt samen met die ander wat die ander nodig heeft om de eigen hulpmiddelen aan te boren. Maar heel vaak krijgt helpen een hele andere vorm, in de vorm van dat ongevraagd advies willen geven. En de achtergrond daarvan is heel vaak dat iemand het zelf nodig heeft om nodig te zijn, om goed gevonden te worden, om aardig gevonden te worden en om zelf het gevoel te hebben dat die persoon zinvol bezig is. En als je vanuit die houding helpt, dan heb je in feite de ander die je helpt nodig voor jouw goede gevoel. En als je dat als therapeut doet, of als coach, of als psycholoog, of als arts, of als welke hulpverlener dan ook, dan is de vraag, wanneer je helpt vanuit die houding, wie is dan de cliënt of de patiënt? En het antwoord is, dat ben in feite jijzelf. Jij bent dan de hulpbehoevende. Jij bent afhankelijk van degene aan wie je hulp krijgt over jouw gevoel van of jij goed bent of niet. Ik ben zelf arts geworden. Ik heb tot 2012 gewerkt als arts. En voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling heb ik heel veel therapieën, workshops, trainingen, therapietrainingen gedaan. En ik ben gaan zien dat ik deep down arts ben geworden, omdat ik iemand uit mijn familiesysteem of zelfs twee mensen die ik helder voor ogen heb uit mijn familiesysteem wilde redden, alsnog wilde redden. En ik denk dat dat voor heel veel hulpverleners de achtergrond is van helpen, van willen helpen. Bijvoorbeeld, in je familiesysteem was iemand ziek of is iemand gestorven aan een ziekte. Misschien een van je ouders, of een broertje of een zusje. Of iemand had psychisch heel veel hulp nodig. Je voelde dat die persoon emotioneel gezien bijna niet kon blijven staan. En als dat je ouders waren, dan, of een van je ouders, dan wil je als kind iets doen om te zorgen dat jouw ouder aanwezig kan blijven, dat die kan blijven staan. En als kind denk je dan ook dat je je ouder kunt helpen. In feite kan je dat niet als kind. Maar de intentie is heel mooi. De intentie is een intentie van liefde. Een kind zal alles doen om zijn ouder gelukkig te maken. En als je dan als kind voelt dat je dat niet kon, wat in principe al niet kan, als je daarin faalde,
dan kies je vaak onbewust, dat zijn patronen die onbewust gaan, een beroep uit waarbij je gaat helpen en waarbij de onbewuste hoop is om je ouder of je zusje alsnog te kunnen helpen, om alsnog aan te tonen dat dat mogelijk is. Bij mij was dat ik mijn moeder wilde helpen. Zij heeft in het Japanse concentratiekamp gezeten in Indonesië als kind en daarbij heel veel pijn opgelopen en dat voelde ik. En ik wilde iets voor mijn moeder doen en ik wilde gewoon ook heel graag dat zij therapieën zou gaan doen waardoor ze zich weer helemaal gelukkig zou voelen. En wat ging ik doen? Ik ging arts worden omdat ik dacht, als arts dan heb ik de basis van dat ik iets kan doen voor mensen met alle lichamelijke aandoeningen. En toen ik zag dat lichamelijke mij eigenlijk minder interesseerde dan het psychische, toen dacht ik ga psychiater worden. En toen ik merkte dat bij de psychiatrie eigenlijk ook heel veel met medicijnen werd gewerkt en mensen werden gecategoriseerd met benamingen. Toen voelde ik dat is ook niet voor mij. Dus ik bleef eigenlijk zoeken naar wat kan ik doen om mensen zich gelukkiger te laten voelen. En ik ben ook heel blij met mijn werk, wat ik hierin nu mag doen, in het geven van familieopstellingen. In het geschreven hebben van mijn boeken over depressie en over eetproblemen. En in de gezichtsmassages die ik geef, die ontspannend werken. Dus in mijn werk bied ik nu heel graag dingen aan. Maar ik weet dat ik me terug moet houden van de verkeerde manier van helpen. En dat is wat ik het Moeder Teresa-syndroom noem. Niks ten nadele van moeder Teresa, maar het is meer het willen helpen van alle weeskinderen van de wereld, van alle mensen die ongelukkig zijn van de wereld. En een helpen waarbij ik de fout inga als ik niet eens kijk of iemand wel überhaupt geholpen wil worden. Of dat iemand mijn advies überhaupt wel wil. Ongevraagd advies is echt, ik ervaar dat zelf ook als een ongevraagde hulp, als een overschrijden van mijn grenzen. Als iemand ongevraagd advies of hulp gaat geven, dan zegt die persoon daar eigenlijk mee: ik ga ervan uit dat jij het zelf niet kunt. Ik weet het beter dan jij. Dus er komt ook een soort superioriteit van die persoon om de hoek kijken. En wat ik zelf ken uit mijn eigen leven is dat als ik me superieur aan iemand voel, wat ik zeker ken, dat gevoel, dat daartegenover staat een gevoel wat ik ook ken, dat ik me minder voel dan anderen, dat ik me minder waardig voel. Dat heb ik in mijn leven ook heel sterk gevoeld. Die twee dingen horen gewoon bij elkaar. Want het heeft allebei te maken met je vergelijken met een ander. Als je je niet zou vergelijken met een ander, als je op een onbewoond eiland zou wonen, dan zou je helemaal niet bezig zijn met superieur of inferieur. Dan zou je gewoon jezelf zijn. En wat ook heel vaak gebeurt bij iemand die therapeut is, maar dat kan ook zijn als je vriendin bent van iemand of vriend van iemand, is dat je denkt: oh, wat heeft die persoon die moeilijkheden heeft veel meegemaakt? Ik ga voor die persoon iets doen waardoor ik eigenlijk een betere ouder ben voor die persoon dan de eigen ouders van die persoon waren. En dat is een hele wezenlijke fout. Dat is ook echt iets wat ik zie in de familieopstellingen die ik geef, wat ik ken van de familieopstellingen die ik geef.
Als jij beter wil zijn dan de ouders van iemand, een betere persoon, als je hoort wat iemand geleden heeft in zijn opvoeding bijvoorbeeld, dan ga jij boven de ouders staan van die persoon. En dat zal die persoon je in de eerste plaats nooit in dank afnemen. Want ook al klaagt iemand misschien bij jou over de ouders, van binnen heeft iemand een hele diepe loyaliteit naar de ouders. En staan de ouders, ook al heb je er moeilijkheden mee, ook al heb je er een conflict mee, op de eerste plaats. Want de ouders hebben je het leven gegeven. En de ouders die hebben met al hun beperkingen en met alle moeilijkheden die zij zelf hebben meegemaakt en alles wat zij zelf niet hebben ontvangen, hebben ze je toch willen geven alles wat ze konden geven. En dat is zoveel meer dan je ooit kunt vermoeden. Dat is echt voor je moeder het je gedragen hebben 9 maanden lang in de baarmoeder met alle ongemakken, met misselijkheid vaak, met 's avonds niet kunnen slapen omdat je niet weet hoe je moet gaan liggen in bed met die dikke buik. Met de bevalling, de geboorte, het jouw geboorte geven, is altijd op het gevaar van eigen leven voor de vrouw. En complicaties soms na de bevalling. En dan het dag en nacht er voor je zijn. Echt 24 uur per dag. Als je huilt 's nachts, je uit bed nemen of je troosten. Kijken dat je je niet brandt aan het vuur. Kijken dat je niet onverwacht de straat oversteekt. Dat is gewoon een 24 uur per dag job. En voor de vader ook. Het zorgen dat er geld verdiend wordt. Dat er genoeg geld is dat hij zijn vrouw ondersteunt. En natuurlijk gebeurt dat niet perfect. Niemand is perfect. Ook je ouders niet. Maar de ouders zijn, in feite jouw ouders zijn de beste ouders die je kon hebben. En alleen dan kun je gelukkig leven als je voelt, mijn ouders zijn de beste ouders die ik ook maar kon hebben. En als therapeut, maar ook als vriend en vriendin van iemand die moeilijkheden met je deelt, is het belangrijk dat je de eerste plaats geeft aan de ouders van iemand. Die komen op de eerste plaats. Dan komt de persoon die je tegenover je hebt en jijzelf komt op de derde plaats. Dat is een goede houding. Dus in mijn werk eer en respecteer ik iemands ouders. En als ik dat niet doe, als ik dat niet kan doen, omdat bijvoorbeeld iets heel heftigs naar voren komt wat iemand vertelt over de ouders, dan heb ik het nodig om zelf een supervisiesessie te nemen, om te werken aan mijn eigen stuk, aan mijn eigen oordelen, veroordelingen die ik heb. En daarmee praat ik niet alle gedrag goed van ouders. Er zijn ook situaties waarin een ouder het recht verliest om ouder te zijn. Maar dat zijn hele extreme situaties. Dat is echt als iemand, een ouder moedwillig het kind heeft willen doden of moedwillig het kind heel veel fysiek geweld heeft aangedaan bijvoorbeeld. Maar dat is per individu is dat iets om te bekijken. Maar dat is echt in de minderheid van de gevallen. Dus het is niet zo dat als een ouder het kind geslagen heeft, dat hij dan het recht zou verliezen of niet ook een goede ouder zou kunnen zijn of een goede ouder in al het andere wat hij gegeven heeft. Dus dat is iets echt om op te letten. Als je dus heel veel voor iemand wil doen of heel veel voor je cliënt wil doen, dan is de vraag die je aan jezelf te stellen hebt, stel ik me nu op als de betere ouder van die persoon? En dat is het moment waarop je achteruit moet leunen. En kijken naar je cliënt, achter je cliënt, je de ouders voorstellen. En dan kijken, hoe kan ik mijn cliënt ondersteunen?
En dan is ook de vraag belangrijk: wil jij echt dat je vriend of vriendin of jouw cliënt in zijn of haar volle kracht komt te staan? Het is misschien een hele rare vraag, want misschien denk je van ja, natuurlijk wil ik dat, want ik hou van mijn vriend of van mijn vriendin en als therapeut wil ik toch het beste voor mijn cliënt. Maar het is goed om te kijken in jezelf, is dat ook echt zo? Want wat zou er gebeuren als jouw cliënt of jouw vriend of vriendin in zijn of haar volle kracht zou komen? En jou, wat betreft de problemen, niet meer nodig zou hebben? Is er dan nog een basis, bijvoorbeeld voor je vriendschap, als je niet meer nodig bent voor de problemen van de ander? En kun je het verdragen dat iemand floreert en in de volle kracht staat? Want wij zijn geneigd om onszelf met de ander te vergelijken. En dan kan het zijn dat als je iemand ziet die heel gelukkig is, dat je dan denkt, oh, hoe zit het met mij? Hoe zit het met mijn geluk? Die ander is nou zo gelukkig en die heeft mij wat betreft de problemen niet meer nodig. En wie ben ik dan nog? Dus dan gaat het erover, kun jij zelf je leven leven, los van het oplossen van problemen van de ander? En kun jij zelf gelukkig zijn en floreren in je leven? En met gelukkig zijn bedoel ik dus niet dat je elke dag alleen maar halleluja zingt. En met geluk bedoel ik ook dat je je verdriet kan voelen en dat je je woede kan voelen, maar dat je gewoon leeft in verbinding met jezelf en in verbinding met dat wat er om je heen is. En wat ik vaak zie dus bij therapeuten, en wat ik zeker ook wel ken van mijzelf, vooral in het verleden, is dat het ook soms is dat je het jammer kunt vinden dat je een cliënt niet meer ziet. Want dan had je een band opgebouwd met die persoon en zoveel gedeeld. En ja, op het moment dat ik dat merk, dan is het nodig om te kijken, hoe zit het met mijn eigen contacten, met mijn persoonlijke contacten buiten mijn werk om? Kan ik bevrediging vinden in persoonlijke contacten met mijn vrienden en familie en met mijzelf, vooral de verbinding met mijzelf? Waardoor ik die cliënt niet nodig heb. Want uiteindelijk is toch het mooiste dat je iemand in een aantal sessies, of in één sessie of in wat meer sessies, in zoverre hebt kunnen ondersteunen om weer bij de eigen krachtbron te komen, dat die persoon jou niet meer nodig heeft. Dat geeft eigenlijk aan dat je een goede therapeut bent. En als je jarenlang een cliënt hebt, dan is het echt de vraag van, wat gaat er mis? Waar mist de richting? Dat kan bij jou liggen, maar dat kan ook liggen bij dat je niet duidelijk met de cliënt hebt gemaakt waar die naartoe wil werken. Wat is het verlangen van die persoon? En om samen te kijken, zit je nog op de goede route naar dat verlangen? Want als jij je gaat gedragen als ouder van de persoon, wat er dan gebeurd is, dan krijg je ook al die projecties van die persoon naar jou toe als ouder. Dus stel, ik ga me gedragen als de moeder van een persoon, van iemand waar die persoon op terug kan vallen ten alle tijden, zoals een moeder altijd moeder is. Dan gaat die persoon mij misschien altijd bellen, altijd appjes sturen als er iets is. En ik laat dat dan toe. Dat doe ik dus niet. Maar hè, dus of die persoon die blijft sessies vragen. En als je dan niet uitkijkt en in jouw ego gaat zitten van, oh, dat betekent die persoon heeft me nodig. Dan kun je gaan kijken, hé, wat gebeurt hier? Iemand is mij blijkbaar als moeder gaan zien. En als ik dat toelaat, wordt die persoon daar dan krachtiger van of ontneem ik die persoon
de kracht. Dus in feite is het aan mij om de kracht van de andere persoon te zien en te spiegelen ook. En dat is eigenlijk het enige. Iedereen heeft alle wijsheid en kracht en levenservaringen in zich. Het gaat soms alleen maar om het spiegelen of de juiste tools of de juiste ingang. En met een familieopstelling is het zo dat ik dienend ben aan het veld van die andere persoon. En dat ik dienend ben aan het familiesysteem. En alleen maar de ruimte schep waarin zich kan ontvouwen wat nodig is om gezien te worden. Hoe zit het nu in het helpen van ouders van kinderen? Kleine kinderen hebben gewoon alle hulp van de ouders nodig. Dus die hebben nog niet de capaciteit om te kunnen overzien hoe ze zich moeten gedragen in de maatschappij, waar gevaren liggen. Hun hersenen zijn ook gewoon nog helemaal niet ontwikkeld daarvoor. Dus dan is het nodig dat de ouders alles geven en dat de kinderen alles nemen. En natuurlijk kunnen de ouders alleen maar geven wat ze ook hebben, wat ze ook kunnen geven. Maar als de kinderen groter worden, dan is het nodig dat de ouders meer en meer grenzen gaan stellen aan hun geven en grenzen gaan stellen in het onbeperkt willen ontvangen van de kinderen. Want alleen dan kunnen de kinderen ook hun eigen kracht ontwikkelen en experimenteren met dingen en zelf uitvinden hoe ze dingen moeten doen. Je helpt een kind niet om tot in de volwassenheid alles maar te blijven geven. Dat is juist niet helpend. Ik heb een hele mooie oefening, die is van Bert Hellinger, van de grondlegger van familieopstellingen, over de juiste wijze van naast de persoon te staan over wie jij je zorgen maakt. In feite is zorgen maken over iemand ook al een vernedering van die ander, een boven die ander gaan staan. Maar ik kan beter zeggen van een oefening die kan helpen om op de juiste wijze naast een persoon te staan die het moeilijk heeft op dat moment. En dat is, je kunt je dan voorstellen, je kunt daarbij ook je ogen sluiten als je wil, dat je naast die persoon staat. Dus jij staat hier, die persoon staat daar of aan de andere kant van jou, wat het prettigst voelt. En dan kijk je naar een heel groot licht aan de horizon. Een heel groot licht. Jouw levenslicht. En je stelt je voor dat die persoon naast jou ook kijkt naar zijn of haar levenslicht, naar zijn of haar hele grote licht aan de horizon. En zodra je merkt dat je naar die andere persoon gaat kijken of naar zijn of haar levenslicht, fluit je jezelf terug naar het kijken naar jouw levenslicht. En je blijft voelen dat die andere persoon kijkt naar zijn of haar eigen levenslicht. En dan voel je wat dat met je doet. Ik heb ook een podcastaflevering van mijn podcast Van Pijn naar Zijn gemaakt over de kunst van het helpen. Daarin vertel ik een heel aantal overeenkomstige dingen die ik in dit filmpje heb verteld. Maar ook nog wat extra dingen. Dat is aflevering 16 van mijn podcast. En je vindt de link daarnaar, naar mijn podcastpagina van mijn website, in de beschrijving onder dit filmpje. En onder de beschrijving van dit filmpje zie je ook wat ik nog meer aanbied. En ook vind je daar een uitnodiging voor het inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Ik geef een tweewekelijkse nieuwsbrief uit. Sorry.
waarin ik hele mooie teksten deel van de Oosterse mysticus Osho over het integreren van meditatie in je dagelijks leven. Osho is mijn spirituele meester. Ik deel ook inzichten van de familieopstellingen. Ik deel mijn aanbod, dus workshops die ik geef, familieopstellingen die ik geef, of lezingen, of meditatieavonden. En ja, het kan een inspiratiebron zijn. Ik probeer zoveel mogelijk te delen ook wat mij inspireert. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen met helpen en met ongevraagd geholpen worden. En ik hoop dat dit filmpje iets heeft mogen bijdragen aan jouw eigen houding, aan het zien van de houding van anderen die helpen en dat het filmpje meer inzicht heeft gegeven.